Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jinan Schouwen en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 63 hier in Portugal. Heb je die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct gewoon het i'tje, klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneren, vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Portugal dus een nieuw circuit. Nog nooit eerder op de kalender vertoond. En daar gaan we dus nu weer op racen. Goed verhaal. Komen een aantal updates aan. Goed om te zien. Dat moet de auto alleen maar beter en beter zien te maken. Ja, geweldig. Dit is geweldig. Flink wat updates. Heel veel ultieme updates. En even kijken of wij de turbocharger moeten gaan vervangen. En dan nog na deze race nog één ronde. En dan zit seizoen 4 er ook alweer op. Vandaag kunnen we constructeurskampioen worden. Altijd leuk om dat te zien. En het is tijd voor de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in Portugal. Kijken of we ook naar Q2 kunnen komen. Ja, wel iets te wijd bij de ene laatste bocht. Heeft ons wat extra snelheid gekost. We moeten dat allemaal weer zien terug te winnen op het rechte stuk. En dan gaat dus onze ronde in. Eerste bocht nemen wij nogal wat voorzichtig. Maar geen track limits waarschuwing te pakken gekregen gelukkig. Daar wel iets te wijd. Missen de apex bij bocht nummer 2. En dan hier dan helaas dan wel een track limits te ver over de lijn. En noteren paars in sector 2. Zijn ruim een seconde sneller. Want ja, ik heb al een tijd laten noteren. Dat was goed genoeg voor een 1.19.3. En wij gaan ons verbeteren met een 1.18.324. Goed gedaan. Met nog ongeveer een minuut op de klok gaan wij naar buiten voor mijn run in Q2. Pakken daar gewoon een flinke bochtafsnijding vanwege de laatste bocht. We houden daar proberen een kortere lijn te nemen, waardoor je, ja, eerder bij start-finish bent. Daar weer te wijd bij die bocht. Dat is voor mij wel een struikelpunt. We moeten dat niet te vaak hebben in de race. Hier dit keer niet te wijd. Dus geen track limits. Goed gedaan. En zijn 69.000ste langzamer. Dan zijn we aanbeland bij Q2. Want ik heb die ronde helaas afgebroken. Dit is trouwens nog steeds Q2. Dus ja, dan maar overnieuw beginnen. En staan op dit moment gewoon een 14e positie. Vind ik gek, want we stonden 16e en nu naar P14. Kan allemaal. Heel normaal. En dan gaan we gewoon nog een keer opnieuw proberen in Q2. En dan komen we aan bij start-finish. En dat is een 1.17.982. Voorlopig de snelste tijd. Claire pakt die tijd van ons af. En met nog ongeveer 2 minuten op de klok gaan wij er nog een keer naar buiten om misschien een snellere tijd neer te zetten in het tweede kwalificatiedeel. DRS hier dus weer geopend. Dat gaat denk ik een struikelpunt worden in de race. We zijn niet zo snel op dat rechte stuk. We moeten het hebben van de bochten. Daar flink over die curbzone in de eerste bocht. Geen track limits waarschuwing gekregen. Dat is goed om te zien. We gaan daar wel wijd. En krijgen daar dan wel een track limits. We zitten een 10e boven onze eigen tijd. En 2/10 boven de tijd van Carlos Sainz.
En dan gaan we onze derde en laatste run proberen om toch nog een tijdsverbetering te doen. We zijn naar een P3 gegaan. Vind ik gek, want we stonden op een P4. En noteren paars in sector 1. Schumacher naar 4 en Schumacher naar 5. En dan hangt de vlag uit in Q2. En dan komen we aan bij start-finish. En dat is een tijdsverbetering. Goed gedaan. En de snelste tijd in het tweede kwalificatiedeel. Nou, mooi. Op naar Q3. En met nog 2 minuten op de klok gaan wij proberen met 1 run misschien wel naar de snelste tijd toe te gaan. Naar een ijzersterke tweede kwalificatiedeel. Kijken of wij ook naar de pole position kunnen toerijden. Daar wel iets te wijd uitkomen bocht nummer 1. Geen probleem. Mis hier niet de apex. Heel goed. En met nog ongeveer 40 seconden komen we aan bij start-finish. En dan laten wij een 1.18.2 noteren. Een 6e tijd voorlopig. Enorm slecht. Stellen wat teleur. En Schumacher naar P7. Missen daar de apex bij die bocht. Jammer. En hier gaan we te wijd. En dat is een track limits waarschuwing. Maar goed, het mag allemaal. Vlag hangt uit in Q3. En met rood in sector 1 en 2 denk ik niet dat wij ons gaan verbeteren. Staan op een P7. Zijn doorwezen naar de 7e positie. En dat wordt geen tijdsverbetering. Dat betekent dat wij dus op een P7 gaan starten in de race. Jammer. Erg jammer. Na een uitstekend Q2 stellen we helaas teleur. Norris op pole, Sainz op P2, op 65.000ste Verstappen op P3 en Michael Schumacher P4. Goed gedaan, wij stellen helaas teleur, maar goed, geen probleem. Op naar de race voor aflevering nummer 63, daar gaan we dan. Welcome along then to Portimão, one of the busiest towns in the Algarve and a breathtaking destination that brings tourists from all around the world to the shores of southern Portugal. Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship, and with a circuit this wide, we could be in for a lot of exciting wheel-to-wheel action today. So Portimão features 15 turns over the course of its 2.9 mile length, 9 are right-handers while 6 are to the left. This is a track with a lot of uphill action, which only accentuates the importance of getting those exits right, especially at turn 4, where a good line can present opportunities to pass on the way into turn 5. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday, and he will start from pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, the Professor, Carlos Sainz, and Fernando Alonso. Michael Schumacher, he'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ocon, Mick Schumacher, and Pierre Gasly. Tsunoda, they've taken a grid penalty. Joe, Sergio Perez, and Albon. Magnussen, Russell, Nicholas Latifi. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Oscar Piastri. Tictum, Stroll, Schwartzman, and Teo Pourchaire. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn 1. A bit like preparing to go into battle.
The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Nou, dan zijn we aanbeland bij de grid. Voor de race. We vertrekken dus vanaf een vierde positie. Omdat sommige mensen gridstraffen hebben gepakt. Dus dat moet ons wat meer voordeel geven. En kijken of wij een goede slipstream kunnen pakken. En dan misschien wel de leiding kunnen overnemen in de eerste bocht. Strategie is gewoon medium hard. Neem een extra brandstof mee om het harder te kunnen pushen. En dan is het zometeen op naar de wedstrijd. 33 rondes lang racen. 38 ronden brandstof meegenomen. Maar eerst de formation lap. Nou, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten van de engineer. En dan komen we aan bij de startprocedure. Voor de ene laatste video van seizoen 4. En dan is het opmaken voor de start. We stappen op P2, Norris op pole position dus. Leclerc 3, wij dus op de vierde plek. En is het wachten totdat de laatste auto bij zijn grid is aangekomen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 63 van F1 22 My Team Career Mode. De lampen gaan dus aan voor de grote prijs van Portugal. En ze zijn... uit en we zijn onderweg komen... goed wegkomen, redelijk goed weg. Leclerc al gelijk opgesloten. Verstappen naar P2. Wij vallen hier daar de beide rijders aan. Dat is drie dik in de eerste bocht. Lukte niet. En dus Verstappen en Leclerc zijn helemaal teruggezakt. Sainz naar P3. Alonso 4, Ocon 5. Wij dus naar P2. Gaan naar iets te wijd. En krijgen al gelijk een track limits waarschuwing. Maar goed, dat is geen probleem. Hebben de start in ieder geval overleefd. Nu is het op naar Lando Norris. En zitten we einde ronde nummer 2 als zometeen DRS beschikbaar is. Wij hebben hier hopelijk zometeen een goede slipstream van Norris. De overtakeknop is al aangezet. En hij noteert de snelste race ronde 1.20.8. En wij laten ook in 20.8 noteren. En zometeen hebben wij DRS. Rijden er wel naartoe. Remmen er naartoe, moet ik eigenlijk zeggen. En hier DRS krijgen daar een track limit. En dan zitten we er dicht op. Maar we kunnen hier helemaal niks. Op de exit laten wij het ook helaas liggen. Einde ronde nummer 3. En nu zitten we er dichter op dan een ronde ervoor. DRS ingeschakeld, maar weinig ERS meer over. En we kijken hier naar de buitenkant, als het lukt. Dat lukt, jazeker. Goed gedaan. En nu moeten wij die eerste plek zien te gaan verdedigen. Ocon op P5. Moeten... minder agressief zijn. Maar goed, dat geeft niks. En nu is het gewoon verdedigen van Norris en Sainz. Ik weet niet wat Alonso en Ocon kunnen. Ocon rijdt op de zachte band. Die zou eigenlijk naar Alonso moeten gaan toerijden. Alleen dat doet hij niet. Verstappen en Leclerc in het middenveld. Begin ronde nummer 5. Als we daar Norris hadden... voor een aanval. Alleen dat kon hij niet slagen. Gaan er wel een beetje wijd. En dat ziet Lando Norris. En de exit helemaal verpest. Norris aan de buitenkant. Kan er nog niet voorbij. Moet nog even geduld hebben. Als we daar wel een klein momentje
overstuur hebben op de exit. Norris kan hier niks, gelukkig maar. En dan rijden wij hier weg van de Brit. Norris probeert het wel aan de buitenkant, tenminste ik zie hem alleen maar kijken. En dat mag. Onder nummer 9 als er een nieuwe strategie beschikbaar is. Maar eerst dit gevecht met Norris nog zien af te werken. Voor P1. Wel een flink moment onderstuur. En Norris aan de binnenkant is er voorbij. Norris is er voorbij. Kijkt hier aan de binnenkant, maar dat lukt niet. Dat lukt wel. Norris zit te kijken, maar wij hebben daar een betere exit. En dat is nog steeds P1. Op de achtergrond hoor je volgens mij vuurwerk. Dan denk je, het is januari. Maar goed, deze video is opgenomen op 23 december. Dus ja. Ronde nummer 10 is het. Gaat al lekker hard. Lekker snel. Zo hoort het ook. Als het geel is in sector 2. Het is sector 3. Sorry. Sector 3. Michael Schumacher staat stil. Uitvaller nummer 1. Het vuurwerk begint wel erg irritant te worden. Ik hoop toch echt dat het niet zoveel wordt. Helaas kan ik dat helaas niet eruit knippen. Dat wordt een beetje moeilijk. Want dan gaat mijn stem ook weg. En dat is niet de bedoeling. En nog 22 rondes te gaan in de race. Dus doen het al aardig goed. Norris nog steeds op P2. En hebben daar steeds moeite bij die bocht. Heuvel op. Wat kan Norris hier? Niks. Herhaling van Michael Schumacher die hier uitviel in de grote prijs. Ja, stil stond. En dat is jammer voor hem. Hij moet de strijd aan staken, reed trouwens in de punten. Maar nu dus niet meer, omdat hij is uitgevallen. Wat een verrassing. Schumacher heeft wel vaker pech dit seizoen. Ja, en staakt hem hier ook echt. Jammer. Super jammer van Michael Schumacher. Maar goed, het is wat het is. Ronde nummer 15 is het alweer. Als Norris naar binnen duikt voor een undercut. Lando Norris duikt naar binnen voor zijn pitstop. Gaat naar de harde band. En wij gaan een ronde langer door. Kijken of we ook voor de Brit weer op de baan terugkomen. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Maar ja, we moeten allemaal even kijken. Sainz op P2. Dat gat is 1.1. Perez naar P5. Verstappen op P4. Schumacher dus uitgevallen in de race. Eerste uitvaller van de dag. Rood in sector 1. Geen probleem. We moeten gewoon het gat naar Norris zo min mogelijk verkleinen. Oftewel, we moeten een zo groot mogelijk gat zien te hebben. Kom aan bij de pitstop. Dan is de vraag, wordt dit een goede of een slechte pitstop? Norris is al bij de ene laatste bocht. Komt nu met volle vaart de laatste bocht in. En is nu op dat rechte stuk. 2.3 is de pitstop. Perez gaat een ronde langer door. En waar komen wij terecht? Daar zit Norris. Te ver weg. En wij komen mooi voor de Brit weer de baan op. Jazeker. Gaan er wel een klein beetje wijd. Maar het is geen probleem. Norris dus geovercut. Jazeker. Ronde nummer 22. Als Perez ook naar binnen is gedoken. En wij gaan hier een beetje wijd. Gooi daarmee de exit. En dan weer een klein moment. Heuvel op. Wat doet Norris? Zit aan de binnenkant te kijken. Lukt niet. Maar wij gaan daar wijd. En Norris kan niet profiteren. Houden zo lang mogelijk vol. De constructeurstitel is eigenlijk al binnen. Ondanks die uitvalbeurt van Michael Schumacher. En Norris nog steeds op P2, Sainz P3, Alonso 4, Verstappen 5.
wij moeten dat gat zo ver mogelijk zien uit te breiden naar Norris. Dat is nu 1/4 ongeveer. Ga naar een beetje wijd en flink moment overstuur. Een flink moment overstuur voor ons. En Norris ziet dat. Kan zometeen naar ons toe rijden met DRS. Of misschien wel aanvallen met DRS. Wij gaan dan gelijk van lijn veranderen. En Norris aan de buitenkant. Lukt dat? Is er voorbij. Maar we remmen heel laat. En raken de Brit. Sorry. Raken de Brit. Ik wou eigenlijk zeggen, en we remmen dat gat dicht. Maar goed, dat was al te laat. We in ronde nummer 23 alweer nog 10 rondes te gaan in de race. Als we daar Carlos Sainz hebben voor een aanval. Die is Norris gepasseerd. Wat kan Sainz? Kijkt ook naar de buitenkant. Maar lukt niet. Sainz werd daar even de pas afgesneden. Aan de binnenkant. Sainz aan de binnenkant. Gele vlag in sector 1. Er valt iemand stil. Sainz nu aan de buitenkant. Lukt ook niet. En het is volgens mij Esteban Ocon die gaat uitvallen. In de grote prijs. 0 punten voor de Fransman. Sainz aan de binnenkant bij die bocht. We laten hem staan. En Sainz wordt gewoon op dat broodje geduwd. Ik weet niet of het mag. Schijnbaar niet, want we krijgen een waarschuwing voor. Dus we moeten op onze hoede zijn. En letten natuurlijk. Tweede uitvaller dus Esteban Ocon. Reed in de punten. En hier is het dan gedaan. Ik denk een motorisch probleem van de Alpine. En daar gaan dure punten voor Alpine natuurlijk. En Ocon. Alonso rijdt nog wel in de punten. P4 is het. Maar goed, het is wat het is. Ronde nummer 26. Als we daar Sainz weer hebben voor een nieuwe aanval. Kijkt weer naar de buitenkant. Maar lukt niet. Kan dan terugkruisen. Jazeker. Zit ernaast, maar wij knijpen hem daar volledig af. En Sainz moet daar de betere wezen. En gaat die aanval niet doorzetten. Probeer het daar wel. Wou het daar proberen. Ik zag het maar net. En Sainz vergooit daarmee zijn exit. En dus is het gat nu ruim 1/18 geworden. En nog eens is het ongeveer een seconde. Alonso en Verstappen knokken nog samen om P4. En wij gaan de laatste raceronde alweer in met groen in sector 1 en 2. En gaan volgens mij gewoon de snelste raceronde afpakken van Lando Norris. Jazeker, met een 1:20.447. Laatste ronde lood voor de grote prijs van Portugal. En dan gaan we onze allereerste race hier winnen in Portugal op een nieuwe baan. Een wildvreemde baan. Het is een leuk circuit. Ik denk ook dat ik hem voor seizoen 5 erin ga houden. En misschien komt Saoedi-Arabië ooit nog op de kalender. Maar goed, eerst deze overwinning vieren met het team. Constructeurstitel is binnengehaald. De ene laatste race van seizoen 4 is ook voor ons. Goed gedaan is het op voor de laatste race in Abu Dhabi. A spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So Natalie, what do you think helped them deliver this result? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was: speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. And our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all.
Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Portugal. Pakken ook dus dat race onder punt. Carlos Sainz naar P2. Norris van pole position naar helaas een derde plek. Alonso 4, Verstappen 5. Leclerc 6, Gasly 7, Perez 8, Russell 9 en Guan Yu Zhou toch nog een punt. En 98 punten verschil naar Red Bull. Dus ja, we zijn allang constructeurskampioen. We zijn allang coureurskampioen. Dus ja, een prima seizoen tot nu toe. Jammer van Michael Schumacher die hier alweer uitviel in een grote prijs. Zonde, want hij reed in de punten. Dus hopen dat seizoen 5 nog beter wordt. En ik ben bang dat wij Schumacher gaan vervangen voor een andere rijder. En ik heb al iemand op het oog. En volgens mij weten jullie denk ik wie dat al is. Van alle sponsoren inkomsten binnengeharkt. Jazeker. Helaas heeft Schumacher niks opgeleverd. 50k eraf. 50k erbij. In totaal $0. In totaal $18,57 miljoen op de bank. Maar goed, dat is geen probleem. Ik ga deze video in ieder geval afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer je voor meer wekelijks F1 22 My Team Gaming Content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Nogmaals, hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. En wil jij meer video's zien? Dan zie je nu 2 dingen op je scherm staan. Ja, dit was Jinan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder voor de laatste race van seizoen 4. Tot de volgende keer.